Welkom, leuk dat u kijkt. Mijn naam is Mike en in deze videoserie over het bewerken van foto's in Lightroom ga ik deze keer een ingezonden foto behandelen. De foto is ingezonden door Joost. En Joost heeft, ik zal het even laten zien, een prachtige foto gemaakt van een vioolspeler. Er staat groot Mexico op zijn hoed, dus ik hoop voor Joost dat het in Mexico was, altijd leuk volgens mij. En het probleem doet zich al voor. Er is een enorme slagschaduw hier onder de hoed, waardoor het gezicht van deze heer moeilijk zichtbaar is. En Joost vroeg zich af of daar wat aan te doen was en hoe je dat dan moet doen. Nou ja, het eerste probleem is natuurlijk dat de foto gemaakt is als de instellingen kloppen hier om 2:15 'smiddags. Dan heb je dat soort dingen natuurlijk. Maar ja, die man die speelt waarschijnlijk niet de hele dag en je was er op dat moment. Dus je maakt die foto. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Een oplossing voor dit probleem ter plaatse zou kunnen zijn dat je hem inflitst. Hè, maar ja, dat is ook weer, dan moet je een flitser bij je hebben. Dus midden overdag, daar denk je meestal niet aan, want het is licht. Hè, dus als je een camera hebt met een ingebouwde flitser, dit is een EOS 5D Mark III, die heeft dat niet. Hè, maar stel dat je een andere camera hebt die wel een ingebouwde flitser heeft, dan is dat wel een oplossing op zo'n moment. Want dan kun je ze gezicht inflitsen, waardoor die schaduwen grotendeels verdwijnt en zijn gezicht dus zichtbaar wordt. Is dat allemaal niet mogelijk, hè? Dus een ander tijdstip kiezen, je kunt niet inflitsen, dan is er in ieder geval een derde mogelijkheid. En dat is Joost vergeten, dat is wel een beetje jammer, is dat je hem in RAW fotografeert. Dan heb je gewoon wat meer speelruimte, vooral in je schaduwen en in je hooglichten, kun je dan wat meer achteraf bewerken dan als je dat met JPEG doet. Joost zei, ik heb dat niet, ik heb alleen een JPEG afbeelding. Het is een hele mooie afbeelding. Ik zal hem even vergroten. U kunt de kwaliteit van de camera echt wel zien. Want zelfs voor een JPEG zie ik hier geen ruis of geen pixels. Het ziet er perfect uit. Dus in een RAW zou je nog meer mogelijkheden hebben gehad. Wat je ook kunt doen als je zegt van ja, ik wil niet altijd al mijn foto's bewerken. Ik vind JPEG wel makkelijk. Is dat je camera op een dubbele instelling zet. Dat je zowel RAW als JPEG gaat fotograferen. En dat je alleen de moeilijke gevallen als RAW gaat bewaren en gaat bewerken en de rest van de foto's, de 80% of de 90% die wel in één keer goed waren naar je zin, dat je die in JPEG laat staan. Maar dan heb je in ieder geval altijd de mogelijkheid achteraf om nog wat correcties aan te brengen. Het is een mogelijkheid. We gaan kijken wat we kunnen doen, want er valt natuurlijk echt wel wat aan te doen hoor. Ik ga even naar de ontwikkelruimte. U ziet hier ISO 100. 175 mm, Joost heeft een 70-200 gebruikt van Canon. F4 1/2000ste, dus was een bak met licht. Om die schaduw hier weg te krijgen en om dat gezicht zo natuurlijk mogelijk te laten kijken zoals onze ogen dat zien. Hè? Want onze ogen die zien die schaduw een stuk minder dan dat de camera dat ziet. Gaan we toch gewoon eens even kijken wat we met hooglicht kunnen doen. Eerst naar beneden. En dan ziet u dat alles. Hier ook, alles wordt donkerder. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil vooral dit gedeelte wat donkerder hebben. Dus ik denk dat we echt lokaal moeten gaan werken. Nou, het eerste wat ik doe, kijk, schaduw staat er helemaal terug, is dat ik hier met een radiaalfilter ga beginnen. Want ik wil vooral dit gedeelte en dit gedeelte, hier wil ik de hooglichten wel wat uit hebben. Dit leidt me te veel af. Dit is heel licht, terwijl zijn gezicht dan nog donkerder wordt en nog donkerder. Waardoor ik eigenlijk sneller hier naartoe kijk dan daar. Dus ik wil dit wat minder hebben. En ik wil die hooglichten draaien. Dus ik ga een mooie cirkel trekken. Ik kan hem hier aan de zijkant even wat schuin zetten. Hij mag nog wat groter, denk ik zo. Laat ik hem zo staan. Oh, even zien, even wat breder maken. Ja. En nu ga ik eens even de kijk, de schaduwen. Die laat zitten in het midden. De hooglichten gaan we eruit halen. En dan ziet ze bloes. Komt in één keer veel meer detail in. Hè? Hier zie ik nu al die vouwen en al die dingen. En zie ik, doe hem weer even terug. Dat is bijna niet te zien. Hij is niet aan het clippen, hij is niet overbelicht. Maar je ziet, er zit nog een hoop detail in verborgen. Dus ik breng die hooglichten helemaal terug. En zijn gezicht wordt ook wat gladder als het ware. Hè? Ik kan de schaduwen wat omhoog brengen, maar dan gaat de rest ook mee. Dat wil ik niet al te veel doen. Dus ik ga tot zover. En dan ga ik gewoon. Even zien, ja, hier zit veel blauw in. En dat blauw, even zien, ik kan met de verzadiging door die wat. Nee, dan gaat zijn gezicht ook. Dat gaan we anders oplossen. Dit radiaalfilter heeft er nu voor gezorgd dat die blouse in ieder geval een stuk beter is geworden. En dat zijn gezicht hier, in ieder geval het
het hele felle daarvan, dat het ook wat minder is geworden. Dus dat is een goede oplossing. Ik sluit hem en ik ga nu nog wat meer lokaal werken. Ik zet de instelling even terug op 0. Zo, dubbelklik op effect. En nu ga ik de schaduw helemaal opvoeren zetten. Ik kan het achteraf weer veranderen. Ik heb een grote kwast en dan ga ik gewoon even zo over zijn gezicht. En dan ziet u, er komt dan een stuk meer detail naar voren. In dat gezicht. Logischerwijs. Alleen het ziet er een beetje raar uit. Een beetje rood. Dus dan kan ik met de verzadiging door hem ietsje terug te brengen. Als ik hem helemaal terugbreng, wordt zijn gezicht helemaal zwart-wit. Hè? Dat is het ook niet. Er mag wel wat kleur in zitten. Maar er hoeft niet zoveel kleur in te zitten. Op deze manier wordt het allemaal wat natuurlijker. Spreekt mij wat meer aan. Zo ja. Ik denk niet dat we met de belichting aan de gang moeten. Nee, want dan krijgt die meneer echt een verkeerd gezicht. Ik denk, zo ziet het er al een stuk beter uit. Ik zal dus eventjes op de backslash toets drukken. Dan ziet u, zo was het. Zo is het geworden. Dus de blouse en het gezicht zijn al een stuk helderder geworden. Ook omdat dit wat naar achter is gebracht en dit wat naar voren komt. Je kunt zijn gezicht niet helemaal in het licht zetten, want dat past niet bij het beeld. Dat zou niet passen. Wat me wel irriteert, of in ieder geval opvalt, is dat die blouse een beetje blauw is geworden. Dus ik ga dat blauw even wat terugbrengen. Even zien, dat doe ik hier onder HSL, kleur en zwart-wit. En dan zie ik hier blauw staan. Dan ga ik dat blauw terugbrengen. En ziet u, dan wordt de blouse weer mooi wit. En voor de rest van het beeld stoort het mij niet, dus dat is mooi. Zo vind ik hem goed, ja. En dan wil ik eigenlijk nog wat meer levendigheid in het hele beeld hebben. Dat kan hier natuurlijk met levendigheid. Zo zou het kunnen. Ik zit ook te denken aan het foefje met camerakalibratie. Ja, zie je, dan wordt hij toch wat. Kijk aan, zo is hij toch echt wel wat mooier geworden. Zo. Dus onder camerakalibratie, de allerlaatste, primair blauw. Door die op te voeren komt er gewoon wat meer leven in de brouwerij. En soms werkt dat heel mooi en soms ook niet. Maar in dit geval vind ik het heel netjes werken. Dus nou even gaan kijken naar hoe het beeld was. En hoe het is, dan is het toch wel een duidelijk verschil. U ziet, dan wil je hier de aandacht hebben. Je wil zien wat er gebeurt. Maar eigenlijk leidt dit vooral in het begin af, hè, ziet u. Dus door dat eigenlijk als het ware om te draaien, krijgt die meneer zijn gezicht in één keer een stuk meer. Ja, er komt meer leven in. Hè? Je kunt het duidelijker zien. Ik denk dat het een aangename beeld is geworden. Ik hoop, Joost, dat je tevreden bent met deze bewerking. Ik zal de foto natuurlijk even naar je mailen. Je kunt natuurlijk ook gewoon zelf herhalen wat ik hier heb laten zien. Ik hoop voor andere mensen ook dat het interessant was. Heeft u zelf foto's waarvan u denkt, goh, ik kom er niet uit. Wat zou jij doen? Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Integendeel, ik leer graag. Dus als u zegt van nou, deze foto zou ik toch eens een keer dit of dat proberen. Ook altijd leuk om te horen. Ik hoop in ieder geval dat het leuk en interessant was. Joost, bedankt voor je inzending en succes. En tot de volgende keer natuurlijk. Bedankt.